een buggy met een EV-kenteken. Dus dat is eind jaren 60. Geweldig stoer plastic opbouw op een Volkswagen Kever. Toen ik 18 was, wilde ik zo'n ding kopen. Die stond te koop bij de Volkswagen dealer in Apeldoorn. Op een nacht waren de velgen eronder uitgejat. En toen hadden ze hem op hele zielige, dunne ielenvelgjes gezet. Maar de prijs bleef hetzelfde. Ik heb het dingetje dus nooit gekocht. En gewacht tot ik een motorfiets kon kopen. Misschien was het ook niet zo handig geweest om zo'n ding te kopen toen ik 18 was. Maar het ziet er wel heel leuk uit. Echt super gaaf.